Ik heb vele stormen moeten doorstaan om rust te bereiken. Ik heb vele stormen moeten doorstaan om rust te bereiken. Je vindt pas rust in je leven wanneer je leert om de dingen die belangrijk zijn prioriteit te geven en de vele stormen die je geest vertroebelen te doorstaan. De Dalai Lama heeft vaker gezegd dat het onmogelijk is om vrede te creëren in de wereld als je niet eerst in staat bent vrede te creëren in je eigen geest en hart. In je dagelijkse leven hoef je niet eens te reageren op de problemen van de rest van de wereld. Het is al voldoende als het gewoon goed met jou gaat en die vrede heeft veel te maken met het concept van rust. Rust ervaren houdt in dat je in staat bent objectief naar je zorgen te kijken en een eind te maken aan obsessieve gedachten. Zet de dingen die jou ongeluk, irritatie of ongemak bezorgen aan de kant, zodat je een innerlijke harmonie kunt creëren die net zoveel met jezelf als met je omgeving te maken heeft. Het is helemaal niet makkelijk om deze gemoedstoestand te bereiken. Veel mensen zijn er namelijk helemaal niet goed op voorbereid om hun persoonlijke stormen te confronteren. We leggen uit hoe je deze gemoedstoestand kunt bereiken. De stilte na de vele stormen. Je hebt het volgende vast wel meer dan eens meegemaakt. Je realiseerde je dat je niet meer verder kon met je relatie en dat je je toenmalige partner eindelijk moest vertellen hoe je je werkelijk voelde. Dit soort situaties horen nu eenmaal bij het proces van het leven. Er ontstaat een probleem dat je niet onder ogen wil komen, waardoor je het maar uit blijft stellen en het oorspronkelijke probleem alleen maar groter wordt. Als je niet in staat bent om prioriteiten te stellen of niet weet hoe je dit moet doen, dan zal je leven langzaamaan veranderen in een spinnenweb dat gemaakt is om jou in de val te lokken. Je zult worden omringd door meerdere stormen die jou van je geluk beroven. Let op welke stappen je moet volgen om een staat van innerlijke en uiterlijke rust te bereiken. Leer hoe je na moet denken, noem het reflectie, meditatie of gewoon nadenken. Geloof het of niet, maar het is belangrijk om minstens een uur per dag voor jezelf te hebben, zodat je een uurtje alleen kunt zijn met je gedachten en weer in contact kunt komen met jezelf. Dit is zeer therapeutisch. Lees ook. Ontgift je lichaam en geest in één dag. Het zou het beste zijn om 's ochtends een uurtje vrij te hebben om te analyseren waar je bent, wat je nodig hebt, waar je je aan stoort, waar je je zorgen over maakt en wat je eraan kunt doen. Gedurende de dag wordt het steeds lastiger om in stilte en rust na te denken. Daarom zou het een goed idee zijn om een dagelijkse afspraak met jezelf te maken om te mediteren en deze afspraak ook na te komen. Zorg dat het onderdeel van je routine wordt. Leer hoe je je leven kunt vereenvoudigen. Wat houdt het in om je leven werkelijk te vereenvoudigen? Wanneer iemand begint te reflecteren op of na te denken of mediteren over zijn eigen prioriteiten, dan realiseert hij zich meestal dat er een hoop dingen zijn die hij eigenlijk helemaal niet nodig heeft en waar hij gemakkelijk zonder kan. Je leven vereenvoudigen houdt in dat je weet wat belangrijk voor je is en dat je hier prioriteit aan geeft. Als je mensen in je omgeving hebt die alleen maar conflicten, geklaag, zorgen of angsten in je leven brengen, dan wordt het misschien eens tijd dat je deze mensen los leert te laten.
Als er iets aan jezelf is dat je minder leuk vindt, dan is nu het moment om dit te veranderen of in ieder geval om het proces van verandering in gang te zetten. Zie het eenvoudige leven als iets aangenaams, waarin iedereen in staat is gelukkig te zijn met hetgeen hem omringt, zonder schijn of moeilijkheden. Vermijd kritiek, beoefen acceptatie. Zodra je in staat bent om de dingen die jou pijn doen aan de kant te zetten, is het tijd om vooruit te gaan zonder op zoek te gaan naar schuldigen in je leven. Als je voelt dat je je partner of een vriend moet verlaten, maak deze lastige keuze dan niet nog ingewikkelder door op zoek te gaan naar een boosdoener of door je woede en wrok alsmaar op te blijven stapelen. Negatieve emoties zijn het tegenovergestelde van innerlijke rust. Je kunt nooit rust ervaren wanneer je angst of wrok in je draagt. Je moet zowel leren om kritiek te accepteren als om het te vermijden. Beoefen dankbaarheid. We weten allemaal dat het niet altijd makkelijk is om dankbaar te blijven wanneer we teleurgesteld of verraden worden of gewoon meer verdriet ervaren dan vreugde. Je leven benaderen vanuit een rustiger perspectief en met een dankbare houding zal er echter ongetwijfeld voor zorgen dat je meer innerlijke balans bereikt. Dankbaarheid beoefenen is ook een manier om jezelf te bevrijden en vele stormen te bedaren. Het helpt je in te zien hoeveel goeds je anderen brengt en dat het leven vol mooie dingen zit waar je van kunt genieten. Een rustige geest is tegelijkertijd een dankbare geest die weet hoe hij prioriteiten moet stellen, hoe hij respect moet tonen en hoe hij een eenvoudig en bescheiden leven kan leiden. Rust ervaren heeft niets te maken met het verminderen van je dagelijkse bezigheden, het gaat er gewoon om dat je de balans vindt waarbij je nergens te veel van hebt en nergens te weinig, waarbij je gedag zegt tegen de vele stormen die voorheen door je hoofd raasten. Dit is het punt in je leven waarop je eindelijk tegen jezelf kunt zeggen, het gaat goed met me. Ik heb niets meer nodig. Dit punt bereiken is geweldig en de moeite meer dan waard. Wij raden aan om vandaag nog aan je reis te beginnen om innerlijke rust te bereiken.